Het nieuwe veerplein is bijna gereed. Achter mij wordt de laatste hand gelegd aan het schoonmaken van dit plein. Na de bloementrappen hier in Vlaardingen een nieuw kunstwerk voor de Haringstad. Opnieuw een ontwerp van kunstenares Wilma Kuil in samenwerking met de firma Tomello en architectenbureau Geluk en Treurniet. Jesse, wat heb jij hier aan gedaan? We zijn eigenlijk als team begonnen samen met Wilma Kuil en met Julio. Wilma en Julio hebben zich eigenlijk uiteindelijk in de uitwerking meest gericht op de ruit die u daar verder ziet achter ons. En ik heb me vooral bezig gehouden met de uitwerking van het pleinmeubilair, de banken, de boomroosters en deze fantastische lichtmasten. Was het een moeilijke opgave? Ja, het was in die zin moeilijk dat het vooral ook een technische opgave is geweest. We hebben een aantal dingen toegepast op het plein die technisch hoogwaardig zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld bestrating toegepast waarbij we het water opvangen en dat gebruiken we in de fontein. Dus een soort duurzame oplossing. En ook hebben we de bestaande bomen boomgrondverbetering gegeven. En dat was voor mij als architect eigenlijk, normaal bouwen wij veel boven de grond. En nu bouwden we ook een stukje onder de grond, totaal iets nieuws. Dat is een uitdaging, zou ik kunnen zeggen. Ja, zeker, zeker. We hebben er veel van geleerd. Ik zeg wel eens, het is een gebouw op zijn kop geworden. Waarbij we normaal de lucht inbouwen, hebben we nu ook een stukje de grond ingebouwd. Ja, het is ook een ontmoetingsplaats, hè, dit plein. Ja, het is duidelijk een ontmoetingsplaats. Daar hebben we rekening mee gehouden. We hebben deze riante bank neergezet. Aan de overkant staan achter ons staan een aantal zitbloemen waar je lekker in de zon kunt zitten op een zonnige dag. We hebben de verlichting ook duidelijk accenten aangebracht. Het plein zelf was bijna onderverlicht. Hebben we nu bij de bomen hebben we lichtelementen aangebracht. In die mast hierboven met een stukje kleur zodat het speels wordt. En ook rondom de fontein zit er een stuk licht zodat het 's avonds ook een levendige plek wordt. Het terrassenruit die beeldt een stuk water uit waar Vlaardingen bekend van is. En wij hebben nu, nu lichtmasten gemaakt in de vorm van rietstengels die eigenlijk aan de rand van de ruit staan. Aan de rand van het waterpartij. Dat moet ook een beetje een link leggen naar het buitengebied hier van Vlaardingen. Ja, dat klopt, dat klopt. Het plein sluit eigenlijk al bijna aan bij de Vlaardingse Vaart. Als je hier, ik denk, wat is het, of 500 meter verder loopt, dan zie je de Vlaardingse Vaart al liggen en dan kun je eigenlijk al de Broekpolder in gaan. Dat is eigenlijk wat wij met dit plein ook wilden uitbeelden. Wilma Kuil, de architect van het nieuwe Veerplein. Wilma, ben jij trots? Ja, ik ben heel trots. Maar ik ben niet de architect. Dat is Jesse Treurniet. Ik ben beeldend kunstenaar. Wat is het verschil tussen die twee? Nou, het verschil is eigenlijk een architect die houdt zich bezig met het ontwerpen van gebouwen. Hè, zoals het nieuwe stadhuis of flats of wat dan ook. En een beeldend kunstenaar, in dit geval ben ik eigenlijk een soort bezig met het stedelijk interieur. Dus dat is even anders. Maar je bent trots. Ik ben heel trots, ja. En ik hoop met mij vele Vlaardingers. We hebben een paar maanden geleden gestaan hier bij de introductie van de stenen, van de platen die komen. Ben je tevreden met het uiteindelijke resultaat hier? Ja, het resultaat is prachtig. En ik weet gewoon dat het mooi wordt, omdat ik meer ervaring heb met Tomello. Ze hebben meerdere projecten van mij uitgevoerd, onder andere de bloementrappen. Mm-hmm. En het is wel veel ingewikkelder geworden dan wat de bloementrappen waren. Maar ik vind het prachtig. Ik bedoel, het blijft een heel mooi materiaal. Wat is het bijzondere eraan? Nou, het bijzondere aan het materiaal is ten eerste dat het graniet is. En dat graniet eigenlijk van over de hele wereld komt. En niet uit Nederland, hè, want wij hebben alleen maar klei en zand. En wat was laatst? Zat ik hier op de bank met een aantal Marokkaanse jongeren. En die vroegen, komt het ook uit Marokko, mevrouw? Ik zeg, nou, dat zou nou eens best kunnen. Dus het komt overal vandaan waar bergen zijn. En dat vind ik een mooi idee. Ook een mooi gevoel daarbij. Wat kunnen de Vlaardingers, als ze hier over het plein lopen, verwachten? Wat zien ze precies? Nou, ze zien een beetje het verhaal van dit plein. En dat wil zeggen dat het Veerplein, daar liep vroeger de biersloot naar de Waal. En over later de gedempte biersloot. Over die biersloot voer de trekschuit. En die meerde af op de Waal.
En eigenlijk op de ruit kan je de trekschuit zien. Je ziet het trekpaard. Je ziet de steden die aangedaan werden door de trekschuit of door overstappen. Mm-hmm. Konden mensen dus reizen. De post werd op die manier vervoerd. Maar zo ging natuurlijk ook handel over van hier naar de vaart toe. Dus dat zit erin. In het midden van het plein is een groot blauw vlak. Dat staat voor het water. Eigenlijk de vlietlanden, de vlieten, waterlelies drijven erop. Maar het is ook de blauwe lucht. Want door de lucht vliegen eenden. Dus het is water en lucht. En daaromheen zie je rood en geel. En met dat blauw maakt het de kleuren van Vlaardingen. Er zitten ook bijvoorbeeld 4 posttegels in. Hè. Dat is dan de post die vroeger meegenomen werd. Een luchtpostbrief zit erin en een kaart. En die kaarten zijn wel heel bijzonder. Die zijn gemaakt van mozaïek, Venetiaans mozaïek. Zijn ook in Italië gemaakt. Mm-hmm. En dat is een zomerkaart met rozen, de lentekaart met krokussen, de herfstkaart met chrysanten en de winterkaart met een hulsttakje. En de brieven zijn geadresseerd. En op die brieven kunnen de mensen, als ze goed kijken, staan de teksten. En die hebben allemaal met Vlaardingen te maken. Er is bijvoorbeeld 1 brief die wordt geadresseerd aan het Geuzenverzet, Stichting Geuzenverzet. Er is een brief die wordt geadresseerd aan de heer van Vlaardingen, Ruitenburg. He, die heeft natuurlijk hier zijn buiten gehad en die is geschilderd geweest door Rembrandt. En er zit ook Amsterdam in, dat is natuurlijk ook vanwege Rembrandt. Dus op die manier probeer ik ook via die steden, zeg maar, Vlaardingen op de kaart te zetten. Dat we dus allerlei belangrijke connecties hebben met toch wel ook belangrijke steden in Zuid- en Noord-Holland. Naast mij Giulio Toomello. De maker van het Veerplein, hè? Terrazzo-maker, hè? Ja. Ja, we hebben wel gemaakt met een heel team van personeel. Eindverantwoordelijke. Moeilijke opgave geweest? Een bijzondere opgave. En ook moeilijk, ja. Maar wat is het moeilijke eraan? Nou, dit zijn hele gedetailleerde mozaïeken. En we hebben verschillende technieken gebruikt, verschillende materialen. Dus normaal het bekende terrazzo is er gebruikt, maar ook glasmozaïek en messing. En daarbij voldoet het aan allerlei eisen die ook gewoon in de publieke ruimte worden gesteld aan dit soort producten. Jullie zijn eigenlijk door de Vlaamse bevolking uitgekozen om dit project te maken. Ja, dat was een prijsvraag en iets van 24 of 27 inzendingen waren er. En wij zaten bij de laatste 3. En dat is heel spannend natuurlijk om te kijken van gaan we het worden. En met een grote meerderheid is hiervoor gekozen. En ik denk als men het ziet dat het ook wel terecht is. Ben je ook een beetje trots op? Niet een beetje, ik ben heel erg trots. Ja. Als Vlaardings bedrijf om dit te doen? Ja, maar ook met een Vlaardingse kunstenares en een Vlaardingse architect. Dus het is in drievoud. Je bent net ook met de hoogwerker naar boven geweest. Wat heb je gezien? Nou, ik vond het fantastisch. Ik heb natuurlijk de maquette gezien van boven en de tekeningen gemaakt. Maar nu zag ik in het echt hoe het eruit ziet. En het is, ik ben geroerd. Kunnen we nog meer verwachten van jullie? Nou, voor ons wel. We bestaan dit jaar 86 jaar, willen nog even doorgaan. En als de gemeente Vlaardingen nog ambities heeft, dan doen we daar graag aan mee. Bijvoorbeeld een mooie trap of iets anders. Vera, ben je trots op het nieuwe Veerplein? Ik ben zo ontzettend trots. En het is ook ontzettend leuk om als kersverse wethouder zo'n prachtig plein te mogen opleveren. Ik ben blij dat er aandacht is geschonken aan het vorige college, want zij hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat dit plein er nu eindelijk ligt. En het is een plein om trots op te zijn. En ik hoop van harte dat alle Vlaardingers er trots op zijn. En dat ze het ook met respect zullen behandelen. Het ziet er echt heel mooi uit. We gaan het uiteraard allemaal bekijken. Het is net geopend, want je hebt ook een plaquette gekregen vandaag. Ja, het ontwerpteam, waar ik dan Wilma Kuil even van wil noemen. Die heeft vanavond uitvoerig uitgelegd wat al die tegels voor betekenis hebben. Het ene verhaal is nog leuker dan het andere verhaal. Maar dat kunnen we natuurlijk niet allemaal onthouden. Er zullen ook mensen van buiten komen. En er is nu vanavond een plaquette aangeboden door Rotary 80. En daarop komt dan de tekst te staan die Wilma vanavond heeft uitgelegd aan ons. Zodat we allemaal nog eens rustig kunnen nalezen wat elke tegel nu eigenlijk voor betekenis heeft. Maar het is nog niet helemaal af. Er moeten nog wat dingetjes gebeuren, hè? Nou, het plein is wel af, maar wij realiseren ons dat met name de omwonenden en de ondernemers natuurlijk best wel wat last hebben gehad de afgelopen maanden.
die zullen nu misschien denken, nou het is klaar, we zijn er vanaf. Maar dat is niet helemaal de waarheid. Er moet nog iets aan de bestrating gedaan worden. Er moet nog iets gedaan worden aan de bloembankjes. Het zal niet veel overlast zijn, maar ze zullen nog wel wat mensen zien rondscharrelen die hier en daar nog wat de puntjes op de i zetten. Tinus, Weber, wat vind jij van het nieuwe Veerplein? Ik vind het schitterend. Ja, echt waar. En het enigste vind ik dan wel weer, we staan er nu bij een beetje een pilsje en een wijntje te drinken. Maar er zou eigenlijk nog meer, in de toekomst hoop ik, dan er nog meer, dat je er omheen kan zitten. Een beetje ontmoetingsplaats wordt. Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Wat ga jij dan doen? Nou ja, erbij gaan zitten en een beetje praten over vroeger natuurlijk. Want er is heel veel te praten over vroeger, want dat zie je ook op het Veerplein hier, hè? Ja. Jij bent al rondgelopen? Ja. Ik kom hier elke morgen en van begin heb ik het afgezien, hoe ze het opbouwden allemaal tenminste, ja. En ik vond het wel, ik denk bij mij, wat zal dat worden? Nou, maar nu ik het zie, ik vind het heel mooi. Al die overlast voor veel winkeliers waard geweest? Nou, daar moet ik wel eerlijk in zijn. Het heeft te lang geduurd. Het is lang open geweest. Het is toch al een moeilijke tijd natuurlijk met de crisis enzovoorts. Dan krijg je dit er nog bij. Dus voor sommigen is dat heel erg vervelend geweest. Ja. Maar we kunnen een inhaalslag maken, denk ik, met het nieuwe Veerplein, hè? Nou, dat hoop ik maar. We zijn er natuurlijk nog niet, hè? Uiteindelijk moeten de twee zijkanten die moeten nog gedaan worden. We hopen natuurlijk dat het goed gaat functioneren, dat de markt straks weer terugkomt, dat alles weer een beetje hersteld wordt en dat de mensen ook weer de normale loopje weten te vinden. Dat kost wel tijd. Maar op zich, als je zo nu naar kijkt, vanavond bij de officiële ingebruikneming, trots? Ja, het is hartstikke mooi geworden. Ik heb er zelf ook voor gestemd en ook voor gelobbyd dat dit project gekozen zou worden, want ik vond het gewoon veruit de beste, zonder meer. Een uniek koppel hier in Vlaardingen op het Veerplein. Olympisch kampioenen Mark Huizinga en Danielle de Bruin. Wat doen jullie in Vlaardingen hier nu? We hebben zojuist het terrazzo op het Veerplein onthuld. En wat heeft dat met Mark Huizinga te maken? Dat onze namen erop staan. Dat is toch wel heel apart. Twee Olympische kampioenen uit Vlaardingen, dat gebeurt niet vaak. Wat is op dit moment jullie status? Nou ja, ik weet het al 10 jaar, dus ik ben er wel een beetje aan gewend. maar het is natuurlijk wel leuk dat er uit één stad twee Olympische kampioenen komen. Er zijn niet zo heel veel steden zijn in Nederland die dat hebben, dus dat maakt het wel apart. Het is ook wel leuk om dat te laten zien aan iedereen die er komt. Ja. Jullie zijn vooraf ook in kennis gesteld dat dit gaat gebeuren met jullie naam als Olympisch kampioen? Ja, ze hebben officieel toestemming gevraagd om onze namen te mogen gebruiken en heb ik uiteraard gegeven. Nieuwe Veerplein, meneer. Wat vindt u daarvan? Oh, hartstikke mooi. Ik heb het zien bouwen. Vanaf het begin helemaal gezien? En ik heb het gezien. Ik vond het alleen jammer met die wind. Dat 5-6 weken heb stilgelegen. Ja, dat was jammer. En toen werd het even een blubberzoekje. Nee, mooi. U gaat er ook elke dag naartoe nu? Nou, ik woon hier. Dat is echt een boodschap uit. Ik altijd even de deur uit nog. Wat vindt u nou het mooiste van het nieuwe Veerplein? Fonteinen vind ik leuk. Ja. Kijk even naar die verlichting, was wel heel mooi. Want vanuit de huiskamer zeg ik, ik zag wit licht. Maar dan kijk ik naar buiten, zie je ineens weer rood licht. En toen weer een ander kleurtje. Dat wisselt allemaal. En dat wisselt allemaal. Prachtig gezicht uit uw woning, hè? Ja. Goed zien. Prima.